Ik was 15 jaar oud en ik zag allemaal kaartjes door de lucht heen vliegen. Ik zei tegen mijn vader, dat wil ik ook. En sindsdien heb ik eigenlijk mijn kite nooit meer losgelaten. Mijn naam is Roderick Bels en ik ben een professionele kitesurfer. Als kind was ik al gefascineerd door de natuur. Ik was altijd buiten. De natuur heeft een onwijs grote impact op mijn sport. Het strand, het water en de wind. Koste wat kost, moeten we de natuur beschermen. Haar schoonheid en de kwetsbaarheid. Ik was bijvoorbeeld in Indonesië, het beste paradijs wat je maar kan voorstellen. En 4 jaar later kom ik terug en je ziet overal plastic liggen. Dat was voor mij het keerpunt. Ik vind het belangrijk dat merken hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Zoals BMW doet als duurzaamste autofabrikant. Zelf maak ik hele bewuste keuzes. Ik wil weten waar een merk voor staat en hoe ze rekening houden met de natuur. Met mijn sport wil ik mensen inspireren en de schoonheid van de aarde laten zien.